Helen. Ik ben hier deze middag op de weide en op de terreinen van Animilucci. En Animilucci is een organisatie die zich bezighoudt met paarden. Zoals je kan zien op de achtergrond zie je paarden. Eén van die paarden, daar ben ik meter van, Ulijn, de Rosse, het Rosje. Waarom ben ik meter geworden van deze organisatie? Omdat ik het gewoon fantastisch knap vind dat ze tweede kanspaarden eigenlijk een nieuwe kans geven. Enerzijds worden sommige paarden hier heel hun leven lang verzorgd en anderzijds wordt er op zoek gegaan naar een nieuwe adoptie, meter of beter. En je kan ook je steun toe vertrouwen, zal ik maar zeggen, aan Nele in de vorm van financiële steun, hè, omdat die dieren natuurlijk elke dag hun eten moeten krijgen uiteraard en hun verzorging. In ruil krijg je gigantisch veel terug, want Nele is een pracht van een vrouw. Nele is een initiatiefnemer van een Animilucci. Ze is een pracht van een vrouw en zij organiseert heel veel bijeenkomsten voor de meters en de beters. En zij weet absoluut gigantisch veel van paarden. We gaan zelfs met haar kennis maken. Nu, wat is ook het voordeel van deze terreinen? Je voelt je hier onmiddellijk thuis. En daarom ook dat Toscanrohof heeft gekozen om hier te gaan werken met die paarden in een therapeutische setting. Dus effectief dierenspiegel, hypotherapie, ecotherapie met hun samen te gaan doen. Daar zie je zelfs wat meer van.